Elektroden bevestigen op de ontblote borstkas van de patiënt. De Hartstichting vierde deze week het netwerk AED Burgerhulpverlening. Door dit netwerk kunnen in heel Nederland mensen binnen 6 minuten worden gereanimeerd. Daarvoor zijn de apparaten belangrijk, de AED's, maar ook burgerhulpverleners zoals Lonneke van den Bos. Nou, een burgerhulpverlener is eigenlijk een vrijwilliger die een reanimatietraining heeft gevolgd en vervolgens zich heeft aangemeld bij het burgerhulpverlening oproepsysteem Hartslag Nu. En dat betekent dat jij op het moment dat in jouw buurt een slachtoffer gereanimeerd moet worden, dat je dan opgeroepen wordt, dan krijg je een sms'je of een berichtje via de app en dan wordt gezegd, goh, of je moet een AED halen en dan wordt gevraagd, ga naar het slachtoffer. Of je krijgt de vraag, ga naar het slachtoffer en dan ga je meteen beginnen met reanimeren. Als de patiënt een kind is, druk dan de kindknop in. Soms word je als burgerhulpverlener op de vreemdste momenten opgeroepen. Ik heb inderdaad een aantal oproepen gehad. Een keer was het 2 uur 's nachts, midden in de nacht. Dus toen zijn we met gierende banden naar het slachtoffer gegaan. En meteen was ook de brandweer was er, de politie was er, andere burgerhulpverleners, de ambulance. Dus de hulpverlening kwam heel snel op gang, gelukkig. En vervolgens wordt een AED gebruikt. Het apparaat vertelt zelf wat je moet doen. Verwijder de elektrodenverpakking. Van Stichting Kloppend Hart, Voorlingenwaard en Overbeet, we werken met deze AED. En ik zal hem even laten zien. Dus deze zul je daar het meeste zien, de groene kastjes. En zo ziet hij eruit. En dan druk je hier. Zal ik hem aanzetten? Ja? Dan gaat hij straks praten. Apparaat, oké. Blijf rustig. Controleer het bewustzijn. Veel meer mensen zouden burgerhulpverlener moeten worden, vindt Van den Bos. Die eerste 6 minuten zijn echt van levensbelang. Er zijn heel veel onderzoeken waaruit ook echt gebleken is dat juist wij als gewone burgers, dat wij juist het verschil maken. Dat wij echt letterlijk het verschil tussen leven en dood maken. En dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Doe gewoon die reanimatiecursus. Het is echt niet moeilijk. Iedereen kan het. Maar als je het gedaan hebt, dan weet je in ieder geval zeker dat je precies weet wat je moet doen.